Dit heeft zeker impact op ons leven en dat is ook helemaal niet verkeerd. Het maakt je bewust van heel veel dingen. Het maakt je bewust van de kwetsbaarheid van het leven. De kwetsbaarheid ook van ons geluk, van alle dingen die we altijd zo vanzelfsprekend vinden. Maar het levert ook nieuwe vriendschappen op. Het levert hele mooie gesprekken, momenten op. Ik zou het ook absoluut direct weer doen en ik zou liever meer plekken creëren als minder. En у меня ещё завтрака даже не было. Ik kan het moment wel herinneren. Dat was, de televisie stond aan en je zag die enorme rijen met auto's en mensen die voor de grens stonden. En waarvan José, mijn vrouw en ik elkaar aankeken en zeiden van ja, waar moeten al die mensen naartoe? Waar, ze staan nu voor de grens. En dan? Hi, my name is Anna. I'm from Ukraine. I have two child. En we hier. Op dit moment zijn nog 7 Oekraïners hier. 4 volwassenen en 3 kinderen. Het is moeilijk nu om te zeggen hoe het met mensen gaat die gevlucht zijn voor de oorlog, die hun familie nog in Oekraïne hebben zitten. Ik vind dat ze het heel erg goed doen. Je kan merken dat ze nog volop bezig zijn met de oorlog, zeg maar. Het is niet klaar. Dus ze zijn ook niet aan het verwerken. Ze zijn aan het. Aan het leven, aan het bijdragen. De vader van Hanna en Sasha, die is commandant bij Kiev. Nou, dan zegt hij van ja, ik heb eigenlijk nieuwe camouflage netten nodig. Nou, dan gaan ze hier op onderzoek uit van waar kunnen we die kopen, hoe zijn er ergens funds te regelen enzovoort. Dus ze zijn op hun manier ook gewoon bezig met oorlog voeren en ja, actief. Dus er wonen nu ook 2 Syrische mannen bij ons, inderdaad. Ja, eigenlijk al een half jaar geleden, denk ik, raakte ik in gesprek met de gemeente, met de burgemeester over het positieve sentiment wat er nu in de samenleving is over de opvang van Oekraïners. Zou je dat ook niet door mogen vertalen naar alle vluchtelingen? En persoonlijk denk ik dat Nederland net zo'n welkom gevoel geeft aan andere vluchtelingen als aan Oekraïners. Oké. Alleen dat andere vluchtelingen een beetje op de achterstand staan door, ja, door de historie met veel gedoe en grote opvang, overlast enzovoort. Maar als je het dezelfde manier zou organiseren als we het nu doen, ja, dat het eigenlijk heel goed zou gaan. We gaan nu naar Dros en Logan Hollandia. We bestuderen de Nederlandse taal. Door man het Obama. Door vrouw. Het maxima. Ja, dus toen heb ik ook aangegeven van, weet je, op het moment dat voor de Oekraïners het een beetje geregeld is, mijn plekken zijn beschikbaar, ook voor andere vluchtelingen. Dus daar heeft de gemeente nu ook gebruik van gemaakt. It's a place where we talking, relax, something see, maybe see news from Ukraine. What happened? How parents? How my husband? How energy? Water? Het contact met thuisfront is wisselend per persoon. De Hanna en Sasha die komen uit Butsja, waar toen die gruwelijke misdaden waren, maar hun ouders wonen in Kiev. En Kiev is goed bereikbaar, dus die hebben gewoon dagelijks even contact, kunnen even beeld bellen. Maar Katja en Oksana die komen uit Gerson. En Gerson is gewoon geen internet. Is, de belangrijkste dingen, het water en elektriciteit, is er weer bij de meeste huizen. Maar voor contact betekent dat ze naar zo'n hotspot moeten, haar ouders. En dan staan ze in de rij. En als ze aan de beurt zijn, dan hebben ze 1 minuut. Розвідання про плани і розрахунки окупантів, внутрішні виклики. Все детально опрацьовуємо. Weet je, we hebben het vaak over een samenleving. En als je nadenkt wat dat betekent, het woord samenleving, betekent dat je samenleeft. En dit is echt een manier om samen te leven. En de samenleving wordt er ook echt mooier van. Dus ik zou het zowel vanuit het probleem gezien als ook vanuit ons gezien zeggen van ja, het is gewoon heel goed om dit soort crisis of problemen niet af te wentelen op de overheid. Maar te zeggen van weet je, dit kunnen we gewoon samen oplossen. Want iedereen wordt er beter van. Met kerst is het eigenlijk een traditie dat onze familie ook samen eet. En dit jaar zijn wij in de beurt. En we willen dat natuurlijk ook graag samen doen met onze Oekraïense gasten en Syrische gasten. Dus we verwachten dan ergens tussen de 30, 32 personen.
Ja, weet je, als er iemand voor je deur staat die niks heeft en jij hebt wel alles, ja, dan is het niet meer dan logisch dat je die deur opent, toch?